We zijn vandaag te gast voor Vacht en Vieren bij de ezelopvang in Baarle-Nassau. En waar gaan we het over hebben? Over iets wat wij mensen meestal niet zo leuk vinden: tanden. En ik sta hier met Marcel Michielsen en die is paardengebitverzorger. Hallo Marcel. Goedemorgen. Weten heel veel mensen dat paarden, ezels, alle andere dieren ook naar de tandarts moeten? Er zijn nog steeds een hele hoop mensen die dat niet weten. En het is eigenlijk wel heel belangrijk dat paarden en ezels ook naar de tandarts moeten. En in ieder geval 1 keer per jaar een gebitsverzorging krijgen. En nou staan wij hier vandaag met een ezeltje. Is er een verschil tussen een paard en een ezel? In principe is er niet zoveel verschil tussen een paard en een ezel. Ze hebben allebei hetzelfde gebit. Alleen is bij een ezel is het een stuk kleiner. Hebben ze minder tanden? Nee, ze hebben hetzelfde aantal tanden. Ja. Een paard en een ezel hebben 24 kiezen en 12 snijtanden. Oké, dat is behoorlijk. Ja. En voelen zij, want wij zijn altijd een beetje bang, we zijn altijd bang voor de pijn, zeg maar, van een tandarts. Hebben paarden en ezels dat ook? In principe hebben ze in ieder geval een andere pijnsensatie, denken wij, als dat wij dat hebben. Wij kunnen nadenken over een pijn. Een dier beleeft pijn natuurlijk anders dan wij. Maar het belangrijkste is dat we aan het welzijn van het dier denken, dat hij geen pijn heeft in zijn mond als hij eet. En omdat paardentanden altijd groeien, moeten we ervoor zorgen dat hij niet in zijn wangen en niet in zijn tong bijt. En dat heeft weer te maken met het voer wat we ze geven. Dus paardentanden groeien eigenlijk altijd door? Ja, paardentanden en ezeltanden groeien altijd door. Je moet ervan uitgaan dat ze ongeveer 2 à 3 mm per jaar groeien. Dus paardentanden groeien naar boven en naar beneden? Ja, de kiezen groeien 2 à 3 mm per jaar. Dus je krijgt aan de buitenkant van het bovengebit scherpe randen en aan de binnenkant van het ondergebit krijg je scherpe randen. Oké, en moet je die dan wegveilen? Ja, de bedoeling is dat we die wegveilen en 1 keer per jaar is dat voldoende. Met als doel dat die niet in zijn wang en niet in zijn tong bijt tijdens het eten. En dat ze gewoon kunnen eten, want als ze pijn hebben in hun mond, dan stopt een beestje met eten en dan wordt hij mager. Oké, dat is ook een indicatie vaak dat ze pijn hebben, dat er wat aan de hand is? Ja, absoluut. Oké. Nou zegt een tandarts tegen ons, doe je mond maar even open. Hoe doe je dat met paarden en ezels? Daar hebben wij een speciale apparatuur voor. Daar doe ik een mondspreider in zijn mond. Ja. Dan zet hij zijn snijtanden in 2 kommetjes en dan kan ik zo zijn mond openspreiden. Oké, als ik een ezeltje wil controleren, dan gebruik ik daarvoor een mondklem om zijn mond open te doen. Dan ga ik kijken even of dat lukt om die klem in zijn mond te krijgen. Nou is dit een lekker rustig ezeltje. Het gebeurt wel eens ooit dat ze iets minder rustig zijn. Dan zet ik zijn snijtanden in dit kommetje. En nu ga ik even proberen om zijn mond open te krijgen. En zo zie je dat nu zijn mond open is. En nu kan ik zijn tanden van binnen controleren. Er zit nog wat stro in zijn mond. En nu kan ik zijn kiezen helemaal controleren. En dan gaat het om de scherpe randen en de buitenkant van zijn bovengebit en de binnenkant van zijn ondergebit. En dan zie ik dat hierboven wat puntjes staan. En die kan ik met een vijltje weghalen. En op deze manier halen we alle scherpe punten van de tanden van de ezels af. Daarna controleren we dat weer. Het scherpe puntje weg is. Nog een klein stukje. En nou het scherp puntje eraf. Dus daar kan hij zich nu niet meer mee op zijn tong bijten. Voor de rest heeft dit ezeltje een redelijk netjes gebit. Klein stukje naar voren. Kom maar. Goed zo. Nou. Doe ik de klem weer dicht.
snijtandjes doen we ook altijd even controleren. Het ezeltje heeft nogal wat tandsteen. Dan krab ik meestal gewoon met mijn duim weg. Boven de onderkant. Deze kant ook. Voor de rest ziet het er heel goed uit. Spoel ik even zijn mond uit. Alle rommeltjes uit zijn mond zijn. Kom maar, jong. Goed zo. En daar gaat het eigenlijk om. Het welzijn van het ezeltje, zodat hij goed kan eten en goed kan groeien. Ik heb gezien dat je net mooi zijn tanden geveild hebt. Maar kunnen ze ook echt een gaatje krijgen? Of een kaakontsteking, een wortelontsteking? Een wortelontsteking kan in principe wel. Het gebeurt ooit dat er bijvoorbeeld een steen zit in het hooi. En als ze daarop bijten, dan heb je kans dat er een kies in tweeën kan barsten. Daar gaat dan vuil in zitten, dan kan het gaan ontsteken. In de meeste gevallen moet zo'n kies dan verwijderd worden. Dat gaat altijd in samenwerking met een dierenarts. Gaatjes zie je weinig bij ezels en bij paarden. Alleen mensen die heel veel suiker geven, heel veel suikerklontjes geven, dan zou je caries kunnen krijgen. Ja. En dus wat moeten wij met de voeding doen om het gezond te houden? En zo natuurlijk mogelijke voeding geven. Je moet een dier geven wat een dier nodig heeft. En niet te veel laten snoepen. Dus, net als wij. Ja, je moet hem normale voeding geven die hij nodig heeft. En alles wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen. Oké. Okay. Nou, super bedankt voor je uitleg. Heel veel succes met alle ezels en paarden en met je werk. Ja, het gaat om het welzijn van het dier en daar doen we het voor. Precies. Dankjewel. Alles gezien over paarden en ezels en over een gebitsverzorging. Mama Go, jij bent dierenarts en ik ben benieuwd. Krijg je ook vaak vragen in je praktijk over gewone dieren en welke dieren dan? En wat zijn die vragen? Er wordt heel veel over gevraagd. Dan voornamelijk over honden en katten. Wat mensen kunnen doen om het gebit goed te verzorgen. En dus gebitsproblemen op latere leeftijd te voorkomen. En wat adviseer jij ze dan meestal wat ze zelf kunnen doen? Nou, het beste om problemen te voorkomen is echt om het gebit te poetsen. Dus net als bij mensen om elke dag het gebit van je hond of je kat te poetsen. Maar dat is natuurlijk nogal wat om te doen. Zowel praktisch als dat de hond of de kat mee moet werken. Zeker bij katten geeft het nog wel eens wat problemen. En de truc is om op jonge leeftijd te beginnen. Dat ze eraan wennen dat het gebit wordt gepoetst. Ja. En er zijn speciale tandenborsteltjes voor. Kleinere tandenborsteltjes of tandenborstels die je op je vinger kunt zetten. Waardoor je makkelijker bij de tandjes kunt komen. Oké. Okay. En zijn er dieren waarvan je zegt dat is extra belangrijk voor? Ja, nou, er zijn een aantal vooral hondenrassen, maar bij katten zien we dat ook. Die bijvoorbeeld hele korte kaakjes hebben, waardoor de kiezen dichter op elkaar staan of schots en scheef in de kaak staan. En daar gaat natuurlijk makkelijker, gaat daar voedsel tussen zitten, er komt makkelijker tandplak. En de tandplak kan tandsteen worden. En dat kan dus makkelijker problemen geven. Dus vooral honden met korte snuitjes of met een afwijkende stand van het gebit. En dat kan de dierenarts altijd zien, dat kun je altijd laten controleren. Die hebben meer risico om op latere leeftijd problemen te krijgen. En een konijntje en een hamstertje? Een konijn en een knaagdier, bijvoorbeeld een cavia is een knaagdier. Die lijken wat dat betreft veel meer op paarden en ezels dan op honden en katten. En die hebben ook een gebit wat altijd doorgroeit. Dus bijvoorbeeld de snijtanden en de kiezen van een konijn en een cavia, die groeien het leven lang door. Ter vergelijking, ik heb net een melding gemaakt van de paard, hoe snel de tanden groeien. Bij een konijn is het zo dat de snijtanden gemiddeld zo'n 10 centimeter per jaar groeien. Daar hoef je in principe zelf niks aan te doen. Maar het is wel heel belangrijk dat de slijtage van die tanden in evenwicht is met de groei. En dat bereik je door ze zorgen dat ze heel veel kunnen knagen. Dus die dieren hebben ze hooi nodig of eventueel wilgetakjes of iets om op te knagen. Waarom? Ik hoor dat vaker, wilgetakken. Waarom wilgetakken? Vinden ze lekker en daar kunnen ze goed op knagen. Die zijn niet giftig of zo? Nee, ze zijn niet giftig. Wat je in ieder geval niet moet geven zijn knaagstenen. Er worden in dierenwinkels nog vaak knaagstenen verkocht voor konijnen en voor knaagdieren. Er zit heel veel calcium in en daar kunnen ze blaasstenen van krijgen. Dus die niet. Oké, goede tip. Jij gaat ons even iets laten zien over het gebit van een hond. Ja, toch? We hebben hier ergens een slachtoffer rondlopen. We gaan eens eventjes het gebit even laten zien en waar je vooral op moet letten. Even de tandjes bekijken. Wat je heel goed kunt zien is dat ze inderdaad een
afwijkende stand heeft van de tandjes. Dus de onderkaak die steekt wat verder uit dan de bovenkaak. Een soort een ondervoorbeet noemen we dat. Waardoor alle tanden ook wat iets meer schots en scheef staan. Dus makkelijker tandzijn zal krijgen. Je ziet hier een klein beetje tandzijn al ontstaan. En waar meestal de grootste problemen zitten bij honden en katten is hier bij de grote kiezen. Dat komt voornamelijk omdat hier een speekselklieruitgang zit. Je kunt hem hier net zien zitten. Waardoor er daar makkelijke tandplakophopingen komen. En dit geeft op zich nog geen problemen. Er zit tandsteen. Alleen wat er kan gebeuren, dat het tandvlees gaat terugtrekken. Het tandvlees gaat op een gegeven moment ontsteken. En dan kunnen er echt grote problemen ontstaan. En dan ga je het ook ruiken. En dan is het echt zaak om het gebit schoon te laten maken. Wat je kunt doen naast het poetsen van de tanden. Even over het poetsen van de tanden. Het is vooral bij honden vooral belangrijk dat de tandsteen zit voornamelijk aan de buitenkant hier op de kiezen. Ik weet niet of u het kunt zien, maar hier aan de binnenkant valt het eigenlijk reuze mee. Dus de hond of kat hoeft de mond niet open te doen bij het poetsen. Wat je eigenlijk kunt doen als je bijvoorbeeld een tandenborsteltje op je vinger zou kunnen zetten, is hier de zijkant mechanisch reinigen. Dat mag eventueel met speciale tandenpasta voor honden en katten. Die van mensen is niet geschikt, want wij weten dat we het uit moeten spugen. Dat doen honden niet. Maar het gaat er dus puur om dat die, vooral de zijkant van de tanden en vooral die grote kies hier achterin, dat die mechanisch worden gereinigd. En als je poetsen nou echt te veel is, zijn er ook nog speciale voeders op de markt. Dus dat zijn voornamelijk van een aantal merken bij hele harde grote brokken. Die echt pas uit elkaar vallen als die tanden daar echt in verdwijnen. Waardoor die tanden als het ware worden schoon geschraapt. En daarnaast allerlei kauwstaafjes en kauwbordjes is ook zeer goed om de tanden gezond te houden. Tennisballen is niet aan te raden. Daar gaat allemaal zand tussen zitten. Dat wordt een soort schuurpapier waardoor de tanden afslijten. En dat werkt averechts. Nou, we hadden een gewillig slachtoffer vandaag. Hij was lief, toch? Ja, zeker. Ja. Heb je wel eens dieren waar je denkt, ik krijg die kaak echt niet open of ik vind het een beetje eng? Ja, als het echt, sommige dieren laten gewoon echt niet toe. Die vinden het bijvoorbeeld al heel vervelend als je aan hun kop zit. En vooral katten geeft wel eens problemen om echt in het bekje te kijken. Maar in principe hoeft het bekje niet open om die tanden goed in beeld te krijgen. Zal je echt een gebitsbehandeling moeten uitvoeren, dan moet dat bij honden en katten doorgaans echt onder narcose. Dat dan het bekje open moet en dat gaat je niet lukken om dat goed schoon te maken. En zeker omdat er soms natuurlijk kiezen getrokken moeten worden, dan moeten ze echt voor onder algehele narcose. Maar om het te bekijken lukt het praktisch altijd. Het bekje hoeft niet open en doet geen zeer. Jij zei, je kunt het ruiken op een gegeven moment. Is dat een indicatie dat je even naar het gebit moet laten kijken? Ja. En dan is het al wel in een verder stadium, want het begint nogmaals met het ontstaan van wat tandplak. Het tandplak wordt harder, dat wordt tandsteen. Dat ruik je nog niet. En op een gegeven moment gaat het tandsteen gaat ervoor zorgen dat het tandvlees gaat terugtrekken, het tandvlees gaat ontsteken. En dan komen er bacteriën bij die ook een slechte adem kunnen geven. En die bacteriën kunnen zelfs ook nog in de bloedbaan komen en problemen geven in hart of nieren bijvoorbeeld. Dus dan is het zeker de moeite waard om het gebit te laten bekijken. Ik zal altijd zeggen, als er problemen zijn, zoals een dier moeite heeft om te kauwen of dat hij bijvoorbeeld heel veel kwijlt of dat hij inderdaad uit zijn bek gaat stinken, laat hem dan door de dierenarts bekijken. En sowieso is het verstandig om bij jaarlijkse vaccinatie het gebit gewoon te laten controleren. Oké, nou super bedankt voor al deze info. We gaan ook beter letten op de tanden van onze honden, eendieren, konijnen, van alles. Dankjewel voor alle informatie.